Oh mijn god, ik krijg het beeld dat ik mijn stageplek heb. Hoi, ik ben Vee. In februari ben ik begonnen met de deeltijdopleiding aan de PABO. In de vorige PABO-vlog kon je zien dat ik een stageplek toegewezen had die op 1,5 uur reizen vanaf mijn huis lag. De stagecoördinator heeft nu aangeboden om te kijken of er nog een plekje dichterbij is. En die plek, die bleek er te zijn, want vandaag kreeg ik een mail met daarin mijn nieuwe stageschool. In Utrecht. Ik ben helemaal hyper. Ik ga nu die school bellen. Goedemiddag, je spreekt met Vee. Ik krijg echt net een mailtje van de Marnix Academie dat ik bij jullie stage mag gaan lopen. Helemaal goed, dankjewel. Ik heb wel best wel een beetje onrustig geslapen. Hier is een spellingles die ik volgende week moet geven. Deze dag was helemaal chill. Is dus gelukt om een stageplek in Utrecht te krijgen. Ik kreeg dus een paar dagen geleden een e-mail dat er een stageplek voor mij is gevonden in Utrecht. Dus dat is echt super fijn. Mocht je de vorige vlog niet hebben gezien, ik was eigenlijk geplaatst op een school die voor mij 1,5 uur reizen is. Dus toen ben ik daarover in gesprek gegaan met degene die de stageplekken regelt. En toen heeft zij aangeboden om te kijken of ze toch iets dichterbij kon vinden. Dus dat is echt super fijn. Ik moet wel zeggen, meer dan de school weet ik op dit moment nog niet. Ik ga er zo heen. Want ik heb dan een afspraak met, ja, dat heet dan de schoolopleider. Dat is degene die vanuit de basisschool, zeg maar, weer contact houdt met de Marnix Academie. Dus ik heb straks een gesprek met haar. En ze zei aan de telefoon een paar dagen geleden toen ik haar sprak, als ik dan al weet welke klas je krijgt, dan zet ik je gelijk bij die klas neer. En dan kan je daar gewoon de rest van de dag blijven. En wat wel leuk was, is dat ze aan de telefoon aan me vroeg of ik een voorkeur had qua groep. En toen zei ik dat de middenbouw me wel leuk leek. Dus groep 3, 4 of 5. Dus ze zei dat ze met die docenten eventjes ging overleggen of iemand mij wilde begeleiden gedurende mijn stage. Dus ik heb het gevoel dat ik nog een beetje half heb mogen kiezen welke klas ik uiteindelijk wil. Dus dat is wel leuk. Meer dan dat weet ik op dit moment dus nog eventjes niet. Ik ben een beetje vroeg, maar liever iets te vroeg dan te laat. Ik heb wel best wel een beetje onrustig geslapen, gewoon omdat ik benieuwd ben naar hoe de school gaat zijn, of ik al ga weten welke klas ik ga lopen, hoe die klas er gaat zijn. In mijn vlogs wil ik altijd zoveel mogelijk laten zien in plaats van vertellen. Maar dat is natuurlijk wat lastiger in dit soort situaties. Want je hebt met privacy te maken. Niet alleen van kinderen, maar natuurlijk ook van mensen. Maar goed, we gaan het zien. Daar ga ik. Nou, ik ben er. En op het moment dat ik ben, begint het te regenen. Dus ik ben blij. Ik heb mijn eerste stagedag gehad. De kinderen zijn naar huis. Ik heb zoveel te vertellen. Mijn mentor, dus degene die hier voor de klas staat. Ik vind haar echt super leuk. Ik heb aan haar gevraagd of ik wat dingetjes in het lokaal mag filmen. En dat mag. Dus dat ga ik nu even doen. Hier op het bord staat dus altijd de dagplanning. Dit is de planning voor morgen volgens mij. Het is groep 4 trouwens. Dat wist ik ook nog niet tot vanochtend waar ik stage zou gaan lopen. Echt een super leuke klas. Al heel veel vragen aan me gesteld. Ik kwam hier 's ochtends binnen toen de lessen al waren begonnen rond 9 uur. Toen waren ze zelfstandig aan het lezen en toen zat hij altijd zo te kijken van wie is die meid die hier in de klas komt. Nou ja, gewoon een heel leuke betrokken klas. Dit is de taalmuur. Ik moet zeggen, we hadden dus vandaag ook spelling. En de juf had het dus steeds over de zwarte mierenregel. Ik dacht echt, waar gaat dit over? Dus dat is wel even, moet ik weer even inkomen. We hadden de eendregel en ook de schooltasregel hebben we vandaag behandeld. Dit zijn alle regels die ze dus al hebben
geleerd dit jaar. Volgende week ga ik dus mijn eerste les geven. En dat wordt een spellingsles waarin ik molen uit ga leggen. Dus dat je een O hoort, maar er maar eentje schrijft. Ik vind het ergens wel spannend dat ik dan volgende week dus eigenlijk een soort nieuwe regel uit moet gaan leggen. Want je wil natuurlijk dat die kinderen dat gewoon goed begrijpen. Maar toen zei de juf van, als het niet goed gaat of wat dan ook, dan de dag daarna herhaal ik het gewoon weer. Dus geen zorgen. Dus dat is heel erg fijn. Maar goed, we waren bezig met een rondleiding. Blink is de methode voor begrijpend lezen. Het thema dat momenteel wordt behandeld is onderzoeken, dacht ik. En vandaag ging het over dino's. Ik heb allemaal nieuwe dino-soorten geleerd. Echt best wel leuk. We hebben echt veel gedaan vandaag, bedenk ik nu. Het zijn natuurlijk allemaal vrij korte lessen. Steeds van... Hoi! Ja, ik sta voor een camera te praten. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, over dino's hebben we dus veel gehad. Dan liggen hier de leesboeken. 'S Ochtends wordt altijd begonnen met een half uurtje lezen. En volgens mij zijn er ook altijd een aantal kinderen die in de leeshoek mogen. Nog een wereldkaart. Met lezen hadden we dus een tekst over dino's. En daarin werd ook iets gezegd over Canada. Dus het is heel leuk dat je dan als docent even naar die kaart kan lopen. En dan kan aanwijzen waar Canada zich dus bevindt. En dat dat dan boven de Verenigde Staten is. En ik denk, maar dat heb ik eigenlijk niet gevraagd, dat hier zijn allemaal begrippen omheen. Dus Pippi Langkous komt uit Zweden. Ik weet niet of dat dingen zijn die ze dus dit jaar al hebben behandeld. Of dat dat iets is wat er altijd hangt. Maar goed, zoveel informatie vandaag. Dus ik heb echt niet alles onthouden. Ik heb hier dus een spellingles die ik volgende week moet geven. We hebben hem eigenlijk al een beetje doorgenomen. Dus ik moet alleen nog dan zo'n lesvoorbereidingsformulier daarbij in vullen. Het is een tekening die ik vandaag kreeg van iemand. Zo lief. Ik had gevraagd of ze de naam op de achterkant wilde zetten. Want dat is toch weer even een ezelsbruggetje om een naam te onthouden. Ik heb sowieso vandaag echt super veel geprobeerd te schrijven. Ik heb sowieso een plattegrond gemaakt van alle namen. Ja, gewoon dingen die me opvallen heb ik opgeschreven. Ook kinderen die me in eerste instantie niet opvielen heb ik ook opgeschreven. Want dat is ook altijd wel belangrijk dat je daarop let. Van wie valt er niet op? Waar ligt dat aan? Het verhaal is een beetje chaotisch. Ik ga lekker inpakken en naar huis. Ach, ik ben helemaal blij. Wat ook echt super leuk is, is dat ze hebben hier dus een aparte crea-docent. En vandaag gingen we dus borduren. En dat is echt nog best wel lastig om dat goed uit te leggen. Dus die docent had ook zichzelf helemaal gefilmd hoe ze dat dan deed. Maar binnen de kortste keren zaten al die draden helemaal in de knoop bij iedereen. Dus dat was eigenlijk echt hilarisch. Ik ga lekker naar huis. Deze dag was helemaal chill. Ik heb ineens zo'n besef. Als ik niet van stageplek had kunnen wisselen, dan was ik nu nog steeds onderweg naar huis. Het is nu 6 uur. Vanochtend toen ik opstond dacht ik, ik sta nu later op dan ik weg had moeten gaan als ik op die andere stageschool was gebleven. Ik kan echt, mijn hoofd zit zo vol. Ik ben even lekker rotti aan het maken. En dan denk ik dat ik vanavond helemaal niks meer ga doen. Ik heb een beetje een bijzondere look. Maar ik heb echt best wel koppijn. En die zon, ik ben heel blij dat de zon schijnt. Ik begrijp me niet verkeerd. Maar die zon rechtstreeks op mijn ogen, dat is even te veel. Dus ik doe even deze hoed op. Ik wil een vogelverschrikker. Ik ga met Jan mee naar de uni op de Uithof. En dan ga ik daar ook even studeren. Lijkt me wel chill. Sjaal en mijn muts of hoed zijn af. Het is best wel warm vandaag. Maar I love it. Ik dacht dus dat als je geen student meer was aan de uni, dat je dan ook de bieb niet in kwam. Maar er zijn dus op de Uithof gewoon openbare plekken waar iedereen mag zitten. Ik weet niet wanneer die schoenen gaan stoppen met kraken. Dat doen ze al sinds ik ze tweedehands heb gekocht. Ik was hier ook gewoon toen ik nog studeerde aan de uni hier nog nooit geweest. Ik heb dus een vak waarvoor ik online een aantal modules moet maken. En zodra je dan de module afrondt, krijg je daarvan een certificaat. En uiteindelijk moet ik dus 3 van die certificaten halen en inleveren. En dat is dan onderdeel van
de opdracht die je moet doen voor dit vak. Dus dat is zeg maar een soort toetsvorm, maar dat kan je dus gewoon thuis doen. Dus ik ga daar nu mee beginnen. Het vak heet trouwens gezondheidskunde. En volgens mij moet ik nu eentje maken over kinderziekte, dacht ik. Ik heb dus echt geen idee hoe lang ik daarmee bezig ga zijn. Maar goed, ik denk dat ik daar nu maar gewoon aan ga beginnen. Want eentje, die konden we nu gaan maken, omdat we daar dus nu de les over hadden gehad. Dus dat ga ik maar even doen. Ik heb heel zo'n module af en nog wat voor rekenen gedaan. Heb je het certificaat al gekregen? Ja, je moest 10 vragen beantwoorden. En dan moest je een score hebben van 70% om hem te halen. En ik had 70%. Ja. Dus wat een mooi weer. Kijk nou wat de thermostaat aangeeft. 28,5 graad. Echt zin in de zomer in dit huis. Het voordeel is wel dat de was zo goed als droog lijkt. Op de markt in Italië. Ik had dus naar stage dit schriftje mee. Toen kon ik een beetje, nou ja, gewoon wat gedachten opschrijven of dingen die er gebeurden. Tijdens de eerste pauze mochten de kinderen dus vragen aan mij stellen. En nou ja, er werden gewoon dingen gevraagd als hoe oud ben je en heb je een huisdier en blablabla. Er werd dus gevraagd hoe oud ik was, dus ik zei 24 jaar. En toen schreeuwde er zo'n kind door de klas, dan moet je al lang getrouwd zijn. Echt heel grappig was dat. En ook echt hele schattige vragen als wat voor kleding draag je graag en hoeveel schoenen heb je thuis. Ik weet niet, volgens mij had ik het al verteld, maar volgende week wanneer ik voor stage moet lopen, ga ik dus de spellingles geven. Ik vind dat best wel spannend. Ik merk dat dat echt heel veel in mijn hoofd zit. Ik heb gewoon heel erg het gevoel van dat ik dat dan gelijk goed wil doen. Ik zou het gewoon heel erg vinden als die kinderen helemaal verward zijn en totaal niet begrijpen wat ik zeg en dat ze dan nooit normaal kunnen spellen, zeg maar. Ik heb dat ook wel besproken met mijn mentor. Die was van, nee joh, Vee, doe gewoon, weet je, doe gewoon chill. Als het niet lukt, dan doe ik het gewoon de dag daarna nog een keer opnieuw. Dus, en waarschijnlijk, weet je, het komt ook wel goed, maar ik heb dan gewoon gelijk. Mijn eerste reactie is, als ik iets dan nog nooit heb gedaan, dan zie ik gelijk 100.000 dingen die fout kunnen gaan. In plaats van dat ik denk, oh, wat als het wel gewoon goed gaat, snap je? Om die les voor te bereiden, heb ik dus een kopie gekregen van de opdracht die we moeten doen in de klas. En ja, de instructie erbij. Dus dat is eigenlijk al top als houvast. Dus ik hoef eigenlijk niet eens helemaal zelf te bedenken hoe je die regel gaat uitleggen. Want dat staat dus best wel uitgelegd in die methode. Wat ik ter voorbereiding moet doen, is dus een lesvoorbereidingsformulier invullen. Ik zal even laten zien hoe zo'n lesvoorbereidingsformulier eruit ziet. Het is dus heel irritant, want ik heb geen Word op mijn laptop. Dus ik moet die dingen de hele tijd downloaden. En dan in Google Docs zetten. Dus dan weer invullen. En dan eventueel downloaden als Word document. Maar dat erbij. Dit vul je dus per les in. Dus niet per dag, maar per les. Dus de bekwaamheden waar je aan wil werken, maar ook waaraan binnen die bekwaamheid je precies wil werken. Je beschrijft eerst wat de leerlingen dus al weten, wat het doel is van jouw les. En dat evalueer je. Je kan hier dus opschrijven welke theorieën in je les verwerkt. Dat zijn dingen die voor mij nu nog best wel moeilijk zijn, omdat ik nog niet zo heel veel theoretische kennis heb. Maar dit is gewoon een heel algemeen document wat je eigenlijk heel je PABO, ja, kan gebruiken. Ik kan me voorstellen dat je dit steeds uitgebreider kan invullen, maar dat het misschien ook weer steeds minder nodig is om hem in te vullen, want het dient vooral nu als een soort hulp die je kan gebruiken bij het voorbereiden van je lessen, omdat het allemaal punten aanstipt waar je überhaupt aan moet denken. Dingen waar je verder aan kan denken is dus, wat voor werkvorm ga je gebruiken? Ga je alleen maar dingen vertellen? Ga je de leerlingen iets laten doen? Welke middelen hebben de leerlingen dan nodig? Hebben ze een computer nodig? Hebben ze alleen een pen en een schrift nodig? Maar goed, je moet natuurlijk ook nadenken, wat moet er klaar liggen? Waar kunnen de leerlingen spullen pakken? Als je hebt bedacht, ze moeten opdracht 2 en 3 maken uit hun taalschrift, wat doe je dan als leerlingen zeggen, ik ben al klaar, maar de rest is nog bezig? Dat zijn allemaal van die dingen waar je over na moet denken. Dat je niet in het moment daar staat van, oh ja, iedereen is natuurlijk
niet tegelijk klaar. Dus ik moet wel bedenken wat ze dan daarna kunnen gaan doen. Ik was net even bezig met het voorbereiden van die spellingles. Dat kost mij nu nog gewoon heel veel moeite. Ik ben daar echt wel ruim een uur mee bezig. Maar ik neem aan dat dat naarmate de tijd vordert, dat het ook wel steeds sneller gaat. Dit was ook nog een relatief makkelijke les. Omdat het dus eigenlijk al helemaal uitgekoud is. Wat ze moeten leren, hoe ze het moeten leren. En ook welke opdrachten ze uit hun boek moeten maken en zo. Dus eigenlijk is het voor mij weinig denkwerk. Waar het denkwerk voor mij nu vooral in zit, is hoe ga je een nieuwe spellingsregel uitleggen? Wat wil ik dan dat er op het digibord staat? Wanneer ga ik vragen stellen aan leerlingen? Wanneer ga ik het echt alleen uitleggen? We beginnen altijd met een dicté. Hebben die kinderen hun dictéschriftje altijd al in een laadje? Moet ik dat eerst uitdelen? Als we dan klaar zijn met dat dicté, waar laten ze dan hun schriftje? Dan moeten er werkboeken op tafel komen, maar die werkboeken die liggen niet in een laadje. Dus dat moet iemand uitdelen of ik moet het zelf uitdelen. Maar dat zijn allemaal dingen, daar moet je even over nadenken, want anders ontstaat er een soort chaos in je klas en dan ben je ook de controle kwijt. En dat is voor niemand fijn. Het is gewoon spannend. Je wil gewoon dat het in één keer goed gaat. Maar goed, het is ook mijn eerste les, dus laat ik niet al te streng zijn voor mezelf. En ook al is het eigenlijk een vrij simpele les, als dit goed gaat, mag ik daar ook trots op zijn. We gaan het gewoon wel zien. Ik heb het in ieder geval voorbereid. En ik heb ook nog een paar vragen die ik nog eventjes ga sturen naar de docent van die klas. Een heel praktische vraag die ik bijvoorbeeld wil weten is op welke bladzijde deze opdracht staat in hun werkboek. Nou goed, dat soort hele kleine details. Daar heb ik nog wat vragen over. Verder bestond mijn huiswerk deze week voornamelijk uit het lezen van heel veel leesstof, verschillende boeken, artikelen. Dus dat heb ik voornamelijk gedaan. Mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je weer te zien in een van mijn volgende video's. Doei doei!